Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe weekvlog. Het is vandaag zondag als ik deze week begin. En het is al een week geleden dat ik nog gevlogd heb. Dat is best wel een beetje raar. Maar omdat er één week, vorige week zijn er twee giftguides online gekomen. Die voor de baby's en ouders en die voor de mannen. Dus dan dacht ik, ja, dat ga ik niet ook nog eens tussendoor vloggen. Want het neemt echt super veel tijd in beslag. Wij zijn, of ik ben toch al sinds al aangekleed, om een wandeling te gaan maken. Zoe is de route aan het inladen. En ik krijg daar trouwens vaak de vraag over via wat dat wij onze wandelingen doen. Of via wat dat wij onze wandelingen vinden. En dat is een app die heet Route You. Die hebben ook een website waar je... Ik zoek meestal mijn wandelingen eigenlijk op de website. Ja. En dan kunt je die daar downloaden op de applicatie van Route You. Ja, dat is dus eigenlijk zo mensen die zelf... Ja, dus je kunt daar toch zelf je wandeling in trekken? Als je zelf een leuke wandeling krijgt, kun je die ook zo met puntjes met de GPS erop zetten. Erop zetten, ja. Dan kunnen mensen scores aan geven en zo. Ja, dat is wel leuk. Dus we gaan er eentje hier in de buurt doen, die dat met de buggy te doen is. Oh man, ik heb mijn haar. Is zo raar. Jong. Hartstikke raar. Een nieuw haar in allemaal. Ziet er niet uit. Maar ik heb best wel even nood aan... naar buiten gaan, even gedachten verzetten. Ik voel mij redelijk gestrest deze week. Ik heb me redelijk gestrest gevoeld deze week. Dus ik ga wel even deugd doen om een frisse neus te halen en om even mijn gedachten te verzetten. Zo, wij zijn weer thuis. Ik heb uiteindelijk niet meer gevlogd. De camera zat onder in de buggy. Ik heb er eigenlijk niet meer aan gedacht. We hebben de Rubenswandeling gedaan, die goed te doen is met de buggy. En die is ongeveer, wat is het, 6 kilometer of zo? Ja, 6,4 dertig. Ja, dus dat was een leuke middag. Het is ondertussen 4 uur of zo. Ik heb even nog een cadeautje ingepakt, want wij gaan morgen naar Zoe's oma, die daar 100 jaar wordt. Echt gewoon niet normaal. En we gaan daar niet naartoe. We gaan allemaal om de beurt, gaan we daar aan het raam bij het woonzorgcentrum even... hallo zeggen. En dan is er één familielid die dat dan altijd op bezoek mag. Die mag naar binnen gaan. Die gaat dan alle pakjes naar binnen brengen en die dan openmaken met haar. Dus dat ligt klaar. 100 jaar. Oké, dit is nu de stand van zaken. Ik kreeg het gisteren in mijn hoofd dat ik de zetel wilde gaan wassen. Dus alles in... alle hoes eraf gehaald. Want Vin met zijn reflux had toch al wel een paar keer teruggegeven op... de zetelhoezen. Dat was nog geen simpele taak om die zitkussens eraf te halen. Er zit namelijk zo van dat moes rond. Met twee is het gelukt. De rugkussens, dat is altijd wel simpel. Die heb ik al eerder gewassen. Maar amai, dat was echt niet simpel. En ik heb ook een beetje bang om ze er terug rond te doen. Maar dat zullen we dan wel zien. Nu, voor nu is dit dus de stand van zaken. Dat wordt straks eens even helemaal goed gedaan. Onder het mom van meer real life te laten zien. Kijk, dat zijn dus de kruimels die tussen onze zetel liggen. En klaar om te werken. Ik ben al goed voordat ik begin. Headphones er al bij. Ja, het was heel werk om die kussen te treffen. Ik heb een deel buiten gelegd. Op de tuintafel. Om lekker te laten luchten. Zo. Dat die goed fris zijn. Tot ze biedt. En deel 1 zit al in de was. Dat is al productieve ochtend. Mijn haar is nog steeds... niet gewassen. Ik laat het nu maar even zo, maar echt, ik wil het vandaag wel echt wassen, want dit voelt ook gewoon vies. En Moppie ligt hier. Dag Moppie. Die blijft te spelen met zijn hydrofiele doek. Ik ga hier eens een klein beetje opruimen, de stofzuiger erbij pakken en ik denk dat ik zijn speelboog dan ook eens even met de volgende ronde ga meewassen. Ah, en een van de redenen waarom ik eigenlijk dacht van ik ga gewoon even alles hier wassen, is omdat ik van mezelf mijn kerstkussenslopen mag neerleggen. Ik heb zin in mijn gezelligheid. Ik ben klaar met die blauwe kleuren voor de lente en de zomer en zo. Wat ga ik dan hier open doen? Ik ga dat doen en ik denk dat ik misschien zometeen ook eens even mijn Sinterklaas setupje ga zetten en dit hier eens even ga weghalen. Het is leuk geweest. Het staat er nu bijna 7 maanden. Maar het is goed zo. Dit is alles wat we nog over hebben. Er zijn nog een paar mensen die nog iets moeten krijgen. Maar die krijgen het dan sowieso wel. Dat hoeft hier dan niet per se te staan. Ik denk nu met de tweede lockdown dat we ons allemaal geen illusies moeten maken over het feit dat daar nog... dat er echt nog heel veel kraambezoek gaat komen. En ja, echt kraam... die is al bijna geen baby meer. Mannetjes, ik heb het warm. Warm. Echt, niet normaal. Goed, ik ga hier eens een beetje opruimen. En I will give you an update. Later. Zo, ik
heb even dit hier gedaan. Ik heb Finn net even op bed gelegd. Ik heb deze al uitgeschept. En als Finn wakker is, ga ik daar eens eventjes met de stofzuiger door. En het ruitje helemaal proper gemaakt. Probeer ik echt zo goed mogelijk bij te houden altijd. Het is echt niet mijn favoriete jobje, maar ik vind het er altijd wel veel properter uitzien als dat gewoon netjes is. En ik kreeg daar vorig jaar best wel wat vragen over hoe dat ik dat kuis. Dat is met dit product. Ik weet niet of dat dit nog zeg maar in deze verpakking te verkrijgen is. Want de vorige eigenaars van ons huis hadden hier al een halve fles van achtergelaten. Dat was deze. Dus we doen daar ondertussen ook al 3 jaar mee. Maar het is een product van HG voor kachelruitjes. Maar ik kan me inbeelden dat dat dan sowieso nog wel bestaat. Misschien gewoon in een andere verpakking. En dan achteraf, als alles proper is, ga ik er eens met dit over. Dit koop ik gewoon bij de Action. En dan doe ik alles met keukenpapier. Want ik heb gemerkt dat als ik het ga afnemen met echt een doekje of een vodje of zo, dat ik dat dan ook niet meer echt heel goed proper krijg. Dus ik doe het dan altijd maar gewoon met keukenpapier. En dan, ja, niet zo super goed voor de afvalberg. Maar ja, als ik telkens mijn vodjes licht te verpesten, is dat ook niet top, lijkt mij. Dus dat, ja, ik kan nu niet zo heel verder doen eigenlijk, omdat Finn aan het slapen is. En ik weet dat als ik hier met onze grote stofzuiger begint te stofzuigen, dat hij gelijk wakker gaat zijn. Dus ik ga hier gewoon nog wat kleine rommeltjes opruimen. Misschien dat even doen. Ik heb nog wel zin in. En ondertussen luister ik eigenlijk naar het bevalverhaal van Masha van Beauty Gloss. Het is echt een gigantisch lange video. Maar ik luister hem eigenlijk meer als podcast. Ik hoef op zich hun niet heel te zien. Maar het is wel een heel interessant verhaal. Time for lunch. En mijn moeder had super lekker zelf brood gebakken. Dus gaan we nu eens lekker opeten. Er is hier een leuk sintig pakje aangekomen. Ik had op Instagram, via Instagram namelijk, van hout van Lies, van die pack dolls besteld. Dus geen spon, ik heb het gewoon zelf betaald. Even kijken, van die leuke houten Sint en Piet pack dolls. Dat is Piet. Dat is voor mijn Sinterklaas setup. En de Sint. Met Staffie. Die ga ik er even netjes achterop plakken. Die zijn voor mijn Sinterklaas setup. Ze beschilderd en maakt ze helemaal zelf. Ik vond ze er zo schattig uitzien. Ik dacht, moet ik hebben. En nu ga ik daar dan zo. Kijk hoe schattig dit staat. Dit is tot nu toe mijn Sinter-setup. Ik heb hier mijn Riviera Maison vaas bijgenomen. Gevuld met pepernoten en strooigoed. Ik heb wel zo de snoepjes en de meeste rozen eruit gehaald, want dat vond ik er niet zo goed bij staan. Kaars ingezet. 2 huisjes van Dylan en Camille. En die komen hier ook in voor. Zodat ik er zo leuk aan vond. En dan mijn Sint en Piet. Yay, superleuk. Heb ik toch nog iets in huis voor de Sint. Hallo, ik ben Fine Worst. Zeg eens hallo. Hallo, Fine. Nee. Wow. Ik heb hier nog wat leuke dingen binnengekregen om jullie te laten zien van Ideal of Sweden. Als jullie dit kijken, is het volop Black Week bij Ideal of Sweden. En ik heb weer een aantal leuke dingen toegekregen om jullie te laten zien. Ik ben voor een fles gegaan deze keer. Ze hebben ook superleuke van die metalen drinkbussen. Daar blijft je drankje lekker koud in. Ik drink wel heel graag uit metalen drinkbussen. En ja, ik vond gewoon, kijk, die marble. Hallo, dit past perfect. Perfect bij onze keuken. Echt, echt super tof. Dit is de Ideal of Sweden X Glacial Collab. Dat ziet er zo uit. En dan ben ik ook nog voor een hoesje gegaan deze keer. Ik wilde wel iets een beetje festive. Dus ik ben voor deze gegaan. De Golden Jade Marble. Ik heb hem even om mijn telefoon gedaan. En hello, excuse me. Hoe feestelijk ziet dit eruit? Ik dacht, ik wilde sowieso iets met groen en met goud. En zoals ik al heel vaak gezegd heb, ik vind hun gouden logo echt helemaal top en dat past zo goed bij ja, mijn telefoon. Dus deze voor het einde jaar. Oh,
Lovely! En het leuke is, als deze video online komt, is het volop Black Week op de site van Ideal of Sweden. En ik heb daarvoor een leuke kortingscode voor jullie. Met de kortingscode LifestyleSpot5 krijgen jullie nog eens een extra 5% korting bovenop de 50% die al op de volledige website staat. Dus LifestyleSpot5 voor in totaal 55% korting op de Ideal of Sweden website. Mijn code is geldig tot en met 30 november. Dus ideaal voor een leuk kerstcadeautje of zo. Ik ga deze week sowieso ook wel al wat kerstcadeautjes shoppen. Want ja, ik hou wel van een kortingje. Goedemorgen en welkom bij dinsdag. Ik ben al klaargemaakt en de keuken even laten dweilen door onze nieuwe robot. Superleuk. Ik zal die straks even laten zien. En er is hier een heel mooi, groot, kerstig cadeautje aangekomen. Echt, even kijk hoe groot het is. My arm, my body for scale. En ik ga die samen eens met jullie unboxen. Ik ben hier heel benieuwd naar. Dus, het verhaal achter dit gigantische kerstpakket. Ik kreeg een aantal dagen geleden een super lief berichtje van Lien. Zij is een van de kinderen, zal ik maar zeggen, van de familiezaak Bloemen Robberechts, of het tuincentrum Robberechts in Wolvertem. En zij hebben dus elk jaar een gigantische kerstmarkt die dat zij daar opzetten. Dat is echt zo hun pride and joy. Ze doen daarnaast ook heel veel planten en al die dingen. Echt een heel mooi familiebedrijf. Maar dus door corona kan die kerstmarkt dit jaar niet doorgaan. Zij hebben zich dus dit jaar echt gewoon volledig gefocust op een webshop. Een volledige webshop waar je ja, al hun mooie kerstspulletjes kan gaan kiezen. Ik heb je daarnet eventjes met haar staan babbelen. Ze heeft dat ook gewoon echt persoonlijk afgeleverd met een kerstmuts en al. Echt superleuk. En zij vertelde dat zij dus ook elk jaar naar zo'n gigantische expo gaan om echt gewoon ja, alle spulletjes zelf uit te kiezen. En dat zij zelfs een bepaalde collectie laten maken. Echt gewoon speciaal voor de winkel laten maken. Dat vind ik echt ongelooflijk. Dat zij dus samen met een ontwerpteam daar dingen laten ontwerpen. Speciaal voor de winkel. Maar ze had dus gevraagd dat zij een paar dingen mocht komen afleveren. Om samen met jullie te kunnen unboxen. Dus dat ga ik vandaag ook doen. Ik ga beginnen met het kaartje. Daar staat op maak mij eerst open. Kijk hoe cute! Oh, zo lief. Ze vertelt hier dat de webshop dus momenteel vooral focust op de kerstdeco. En alles in dit pakket kunnen jullie ook online kopen. Als klanten in de wijde omgeving wonen, leveren we dezelfde dag nog aan huis met kerstmuts. Oh. Als eerste haal ik deze eruit. Hoe leuk! Ik denk dat dit een warmwaterkruikje is in de vorm van Rudolf. Een heerlijk warmwaterkruikje in, die dat je gewoon lekker tegen je voeten kan aanhouden. Dat is zalig. Ik zal proberen alles te zoeken op hun webshop en alles hier individueel eventjes onderaan te linken. Ik zie hier niet dat ik het heel voorzichtig ga uithalen. Oeh! Amai, ik denk dat dit een krans is. Oh, menes. Dit is echt heel cool. Oh, kijk hoe mooi. Wow. Dit is echt, ik denk wel de mooiste die ik tot nu toe gehad heb. Met rose gold details. Dit vind ik echt heel cool. Ik ben alleen aan het twijfelen. Zou ik hem aan de deur hangen of zou ik hem binnen in huis met een kaars zetten. Daar moet ik nog eens even over nadenken. Ik vind het echt. It's beginning to look a lot like Christmas. Oké. Okay. Alright. Ik heb hier kerstballen. Dit is de bovenkant. Als eerste zo'n mooi besneeuwd kerstboompje. Ik weet al gelijk waar ik deze ga zetten. Ik ga die bij mijn kaarsen op de salontafel zetten. Ik was eigenlijk al op zoek naar zoiets. Dus dat hebben ze even heel goed ingeschat. En een uiltje. Dit is dan weer een veel klassiekere met een bel. Met goud en met rood. Wat zien we hier allemaal? Wat is dat hier allemaal? Wowie! Word jij ook al zo kerstfan als mama? Zo.
Dat is ook gelijk opgelost. Ga je een papiertje pakken? Cute! Allemaal van die leuke beestjes. Een beertje. Ook weer met een blinky kerstmutsje. Leuk dat er ook zo wat meer dingen zijn die Finn ook gaan aanspreken. Dat is wel heel tof. En dan een gouden met Merry Christmas. En een kerstmutsje. Een gouden met sierlijk fijne kerst. En ze had op voorhand wel gevraagd wat dat onze kleuren en zo zijn. Ik ga dit jaar ook weer, denk ook weer met rood aan de slag. Zoals de voorgaande jaren. Ik zie het niet zo zitten om echt weer een hele nieuwe dingen aan te gaan schaffen. Dat is ook wel niet de bedoeling om dat elk jaar te doen. Dus, mooie deze. Kijk eens wat een mooie. Super mooi. Ik vind het helemaal leuk. Kom helemaal in de sfeer zo. Even kijken. De laatste van dit doosje. Oeh. Ook zo wat meer een klassiekere. Ook een hele mooie. Oh, ja, mooi hè. Met wit en goud. Knap. Heel, heel mooi. En dan als laatste heb ik deze hier liggen. Heel mooi doosje. Echt zo'n super mooi klassiek. Dit is echt helemaal mijn stijl. Mooi klassiek doosje. Oh, deze is voor Finn. Oh, leuk. Kijk hoe tof. Oh, dit is echt super. Een F. Kijk hoe leuk. Een F met een Santa en een dingetje in. Oh ja, dit wordt dan zijn eerste. Ja, nee, ja. Oh, hoe tof. Kijk hoe schattig. Ik ga daar het jaar en de datum en zo onderschrijven. En dan zit er nog iets in voor jou. Een paar kerstige slofjes. Kijk eens, Finn. Het is niet voor jou. Super schattige kerstige slofjes. Hoe leuk en hoe lief zijn deze. Oh, die zijn helemaal gevoerd van binnen. Lekker warm en zacht om met velcro dicht te doen. Ik link alle items individueel hieronder. En ik zet natuurlijk hun website en Instagram hieronder ook nog eventjes. Ze zijn ook net een speciale Instagram pagina voor kerst. Voor kerstfreaks begonnen. Waar ze allemaal inspiratie gaan posten. En allemaal leuke dingen voor kerst gaan posten. Om helemaal samen in de sfeer te komen. Dus als je van in de buurt bent. Dan neem dan zeker eens eventjes een kijkje op hun website. Ik denk dat bedrijven zoals hun dat echt wel kunnen gebruiken dit jaar. Dus yay! Ik heb heel mijn bultje ingepakt en ik ga boodschapjes doen. Ik heb even een moment gekozen dat ik Finn niet moet meenemen. Meestal neem ik Finn altijd wel mee om boodschappen te gaan doen. Maar vandaag had ik daar niet echt heel veel zin in, aangezien ik redelijk wat stopjes te doen heb. Ik heb wat dingetjes verkocht op Vinted, die ik naar zo'n punt moet brengen. En nu, ik moet naar de apotheek voor melk voor Finn. En dan naar de supermarkt, maar als ik altijd voor zo van die kleine stopjes Finn moet eruit halen en meesleuren met die maxicozy, dat kost me zoveel energie en tijd. Dat klinkt misschien nu heel stom, maar dat scheelt zoveel. Dus ik denk dat ik gewoon eerst, wat ga ik eerst doen? Eerst naar de krantenwinkel voor die pakjes, denk ik. Ja, kan ik? Hoppatee. En dan passeer ik volgens mij ook al een apotheek, dus dan kan ik die twee dingen 2 in 1. Van alles. Ik vind nog 2. En ik heb al 3 keer de winkel gedaan en ik kan het niet vinden. Oh, waar is de kokosolie? En waar zijn de bouillonblokjes? Help. Eens even kijken. Ik zou toch denken dat beide van die dingen hier ergens moeten staan. Maar nee. Stop nummer 2
is een feit. Daarnet was de apotheek nog niet open. Dus dat moet ik nu nog even doen. Op naar huis om alles te gaan uitladen. Het is 9:30, dus ik denk niet. Maar misschien gaat die apotheek open is om 9:00. Dat zou kunnen. Ik ben weer thuis. Ik heb een hele stapel boodschappen. En ik heb nog wel even tijd, dus misschien dat ik even een boodschappen-shoplogje er nog eens ga tussen zwieren voor jullie. Oké, het is een heleboel. Ik heb hier alles uitgelegd. Dit is deels voorraad, dingen die in de vriezer gaan, maar ook heel veel groenten om voor 2 weken weer voor Finn hapjes te maken. Dus ik zal hier beginnen misschien. Weer een voorraadje aan patisseriebloem. We hebben van die grote voorraadpotten, dus daar passen gerust 3 zakken in. En met het einde jaar bak ik al eens graag iets. Dus gaat dat zeker van pas komen. En ja, altijd handig om in huis te hebben. Ik ben aan de apotheek geweest. 3 potten AR, antirefluxmelk, gekocht. Ik blijf wel de 1 kopen. Ik had daar wat gelezen dat er eigenlijk heel weinig verschil is tussen 1 en 2. Ik bedoel, dat moet je zelf weten, maar wij blijven voorlopig even 1 kopen. Dus, daar hebben we ook weer een hele voorraad van. Daar doen we ongeveer 4 weken mee. Denk ik, ja, 4 weken. En dan een heleboel groentjes. Spinazie. 2 soorten aardappeltjes. Deze zijn voor Finn zijn patatjes mee te maken. En krieltjes, die zijn voor een gerechtje dat wij gaan maken. Een curry. Wortelen voor Finn, witloof voor ons, rode kool voor ons, voor samen met de pensen te eten. Ik ga dat voor de eerste keer proberen zelf te maken, maar ik denk wel dat ik hier de helft van ga kunnen invriezen. Want ik zie het niet echt helemaal goed komen dat wij een hele rode kool met 2 in 1 keer gaan opeten. Dus ik denk dat daar de helft van in de vriezer gaat. Hetzelfde met die pensen. Zoe heeft liever zwarte pensen. Ik heb liever witte pensen. Dus daar gaat een heel deel van in de vriezer. Maar dan eten we daar dus ook wel gewoon 3 keer van. Dat is helemaal niet erg. Nu doe ik die gewoon per 2. 1 witte en 1 zwarte. Per pakje in de vriezer. En klaar. 2 broccolis voor Finn. Pastinaken voor Finn. Venkel voor Finn. Dobbertjes voor Finn. Ik ga even goed variëren met de smaakjes die dat we hebben. 12 eieren. Dan wat kaas voor over de spaghetti en zo. Ik koop liever zo van die blokken kaas die dat we dan zelf raspen. Dat vinden we veel lekkerder. En ik vind zo'n mix altijd heel goed. En dit blijft in de koelkast echt heel lang goed. Ik doe dat dan wel in zo'n ziplock, in zo'n ziplock zakje. Dat ik heel goed kan afsluiten. En dan luchtdicht, dan knijp ik lucht eruit. Dan blijft dit echt heel, heel goed. 2 zakjes amandelschilfers, want die stonden in de aanbieding. En die waren echt veel goedkoper dan dat ik die ergens anders gezien had. En ik heb iets dat ik daarmee wil gaan bakken. Dus daar heb ik 2 zakjes van meegenomen. Prei, ook weer voor een gerechtje op ons week. Optie, bladje, preistoemp. Salade, weer hetzelfde voor geitenkaassalade. Daarvoor heb ik even voor het gemak deze genomen, van die geitenkaasjes in spekjes. Heel lekker. 3 zakken havermout, want Zoe eet elke ochtend havermout. En daar hadden we ook weer een voorraadje van nodig. Een pakje AA-batterijen, want die waren op en die hadden we nodig. Tapenade, want er werd gevraagd naar iets voor het aperitief. En dan een heleboel fruit, passievrucht, blauwe bessen, bananen, een avocado voor in de sla, groene kiwis voor ons, gele kiwis voor onze Fineman. Confituur op aanvraag van Zoe. En dan een beetje beleg heb ik hier. Ik heb hier gedoogde zalm. Zalm uit de vriezer, want dat was de enige versie die ze hadden met het vel erop. En dat vinden wij het lekkerste. En nu dat ik die heb laten zien, ga ik die ook direct in de vriezer leggen. Zo. Ah, deze van hetzelfde. Een baguette met knoflook. Ook voor onze Zoe. Het is winter en Zoe begint zo even van alles in te krijgen. Heel grappig. Kaas en dan van die Coppa di Parma. Groentebouillon blokjes, die hadden we nodig. Nog tomaten. Dan iets lekkers. Leo's en van die zebrakoekjes. Njam njam. Ketchup, want die was op voor de croque monsieur's. 3 pakken yoghurt. Ik heb nog een voorraadje van deze gekocht. Dit is het lekkerste wasverzachter dat ik ooit gebruikt heb. En die ruikt zo goed en zo sterk. En die blijft ook gewoon goed ruiken. Of die blijf je goed ruiken. Van Soupline, Concentré, Soufflé, Glacé. Dat is de eerste keer dat ik die had gezien. Tja, heb ik nu... Oh nee, dat is gewoon een andere verpakking. Dat is met peer en dat is met kokos. Alright. Het zal wel hetzelfde zijn, zeker? Ik weet het niet. Maakt op zich niet uit, maar deze zijn zo lekker. En die stonden nu zo bij het rek in de Lidl.
dat zeg maar de laatste voorraad. Dus ik dacht, oh no! Dus ik ga er nog twee meenemen. Dus ik heb er nog twee meegenomen, dan heb ik die als voorraad. En dan twee keer wat potjes met fruit. Die heb ik graag achter de hand ook wel. Voor als we on the go zijn, of als we, weet ik veel, ergens naartoe gaan. Want ik vind zo op voorhand fruit maken en dat dan zo in een bakje meenemen, dat wordt echt... Ugh, dat wordt echt vies. Dus dan neem ik liever de voorkeur aan zoiets. En deze is appel, bos bij speer. Dat was een nieuwe dat ik gezien had bij Lidl. Meestal hebben ze zo perzik, banaan, appel of zo. Er zit altijd wel banaan in, dus ik vond het wel eens leuk dat er eens geen banaan in zat. En die is wat roodachtig. Daar heb ik er twee pakjes van meegenomen. Vier in totaal dus. En dan als laatste hebben we hier een torentje met Ferrero Rochers. En die heb ik eigenlijk specifiek voor onze postbode gekocht. Die man ziet echt af met ons. We hebben een postbode die specifiek onze buurt hier doet. En die dat ook heel vaak hier bij ons thuis pakjes bezorgt. En die is zo aardig en zo lief. En die doet altijd zo hard zijn best om alles netjes achter in het huis te zetten. En zo echt een top mens. Dus ik dacht om deze een bedankje te geven, ga ik een kaartje maken en een torentje Ferrero Rocher cadeau doen. Dus iets kleins, maar ja, dan geven we hem toch het gevoel dat er aan hem gedacht wordt. Dacht ik dan. Dus ik ga hier eens alles eventjes opruimen. En dan kan ik dat weer van mijn to-do-lijst afvinken. De afgelopen dagen eigenlijk niet zo heel veel vastgenomen. Er is niet zo heel veel gebeurd. Eigenlijk niet zoveel boeiends. Ik heb het best wel wat druk gehad. Ik heb mij een beetje overweldigd gevoeld. Dus ik dacht, ik ga dat gewoon een beetje laten. Maar goed, wat ik nu aan het vertellen? Ah ja, mijn moeder komt binnen een uur en een half deze kant op. En dan gaat ze met mij een beetje content shooten voor Instagram. Gaat ze wat postjes met mij maken. Voor wat samenwerkingen die ik heb. En dan gaan wij samen op zoek naar een echte kerstboom. We gaan al de eerste voorbereidingen doen voor de Vlogmas intro. Die gaan we komend weekend zelf filmen. Andere jaren had ik altijd zo'n animatietje. Gewoon zoiets dat ik zelf kon personaliseren. Maar dit jaar wil ik wel echt zo'n intro met ons. Dus daar gaan we ons voor voorbereiden nu. Echt, de mom guilt is real. Als ik met hem bezig ben, voel ik me schuldig dat ik niet met iets anders bezig ben. Met huishouden of met werk of zo. En als ik met werk of met huishouden bezig ben, voel ik me schuldig dat ik niet met hem bezig ben. Dus ja, ik denk dat dat hopelijk niet alleen bij mij zo is. Maar ja, dat is dus wel echt. De mom guilt is real. En onze koffiemachine begint hier nu ook te spoelen. Kijk eens. Zo. En dan nog eens. Wat is die doen? Gaat hij anders daar? Oh, kijk op dat zand. Oei, maar dat is niet erg. Toppie. De boom zit erin. Joehoe. Er is trouwens superveel zand gesmost in de auto. We gaan dat thuis maar even snel opzagen, want anders krijgt ze weer een crisis. Gewoon een paard? Ja. Ja. Oké. Allee, mama, laat maar. We zullen dat thuis wel doen. Ja, maar ik zit hier bij het slot. Dat is niet zo slim. Ah. Oh, wat zeg. Zo. Yay. Oké, we hebben de kerstboom in een grote pot gezet. Oh, ik heb even zoiets een jasje gepikt, maar die is wat groter. Ja, ik heb zo'n dikke trui aan, dus dan is dat wat gemakkelijker. Hier een hoekje vrijgemaakt. Zo'n dakje. Voor onze planten. Dan denk ik, wat een mooie kerstboom. Mijn moeder had nog zo'n pot van onze kerstboom. Als wij nog echt vroeger nog een echte binnenzetten ook daar.
Tof, hè? Het is echt een mooie geworden. Goeie dikke volle. Tof. En dan gaan we hier even alles vrijmaken voor de lichtjes en de vlogmas, intro en alles. Vuurkorfje gaan we neerzetten ergens. Misschien niet daar, maar ergens. Wacht, wacht, wacht. Ik ga je helpen. Oh, gaat dat? Zo zwaar is dat niet. Oh ja, dan moet ik eventjes een draadje maken. Ja. De lampjes hangen. Zo, hier achterhaken. Hier. Tof. En ons boompie, die komt daar. Onze lichtjes buiten. Ja, je ziet het nu niet zo heel goed door de reflectie binnen, maar super fijn. Ik ben ondertussen half in pyjama, mijn make-up er even gehaald. Finn in bad gedaan en die ligt lekker in bed nu. En Zoe is achterna aan het koken. Ik ben even de proper afval aan het opruimen. As we do so much. Goed, en dan ga ik nu de vervuile afwas die hier staat in de vaatwasser laden. En zo is de circle of life weer rond. En in welke pan? In gewoon die pan. Ja. It's granola time. Ik had vanmorgen ineens heel veel zin in granola. Dus ik ga granola maken. Ik ben granola aan het maken. Zo, wat kaneel erdoor gedaan. Dit is heel moeilijk met één hand. Dat begrijpen jullie ook wel. Even wachten tot de oven warm is en dan kan dat in de oven. Zo, de hapjesfabriek is weer geopend. Ik had er de vorige keer maar 9 kunnen maken met wat ik in huis had. Dus ik heb weer een grote voorraad gedaan. Deze keer geen aardappelen. Meestal doe ik het altijd wel met aardappelen, maar vandaag niet. Ik heb hieronder kipfilet en een stukje witte vis. Witlof en 1 zoete aardappel. Ik dacht dat is al zo wat zetmeelachtig genoeg, dus dat gaat het wel dik genoeg maken. En dan hier wortelen en een broccoli. En ik denk dat ik deze twee ga combineren en dan kijken bij welke dat ik de vis en het stukje kip doe. Dat is weer een hele stapel voor vandaag. Ik ga nu eens even dat vuur hier proper maken, want dat is echt nog vuil van gisteren. Ik heb hier een hele afwas nog gedaan. En ja, we zijn goed bezig. Het is 9:30. Ik krijg hier net nog een tof pakje binnen van Maybelline. En ik zie daar al echt mijn all-time favorite concealer. Belgium's number one concealer. Dat wil dan toch wel iets zeggen. Nee, dit is echt heel erg top spul. Instant Anti-Age Eraser. Je draait er. Dus het fijne hieraan is ook die applicator. Je draait daar dus aan, dan komt het product in die applicator. Wacht, ik ga dit proberen. Ik ga dit proberen eraf te halen om het jullie beter te kunnen laten zien. Nou, ik heb hem weer al opengehaald aan iets. Jongens, jongens, jongens. Ik ben echt zo een ramp met gewoon alles tegenwoordig. Mijn hoofd. Ik weet niet of dat dan ook met de zwangerschap te maken heeft. Kijk. Deze heeft zo'n mushy applicator. Ik ga nu het product er niet laten uitkomen. Maar dit is dus wat het allemaal zo mooi aanbrengt. Ja, echt topspul. Oké, het is ondertussen namiddag, het is 2:30. Finn heeft het naar mijn moeder gebracht. En ik ga zo meteen filmen. Maar ik ga eerst nog even deze installeren voor de lichtjes buiten. Ik ben toch niet helemaal overtuigd van de ijzerdraad die we gisteren geïnstalleerd hebben. Dus ik ga het even permanent doen met deze. Dat we gewoon, als we volgend jaar daar terug lichtjes willen hangen, dat we die daar gewoon achter moeten hangen. Dat zijn zo van die kleine haakjes. Dus ik heb even de hamer erbij. Ik was eigenlijk op zoek naar mijn AirPods. Ja, dat ik nog iets kan luisteren tussendoor.
Ik zal jullie eventjes het resultaat van mijn kunst laten zien. Ik heb alles vastgenageld hier. Het is best wel wat tegenlicht. Ik weet niet of je dat kunt zien. Alles staat hier nu heel mooi. Lichtjes gaan helemaal tot boven daar. Zo, we gaan om het ding heen. Ik heb onze krans maar even voor daar nu neergezet. Slee. En dan het boompje. En ik heb daar dan dus ook nog allemaal lichtjes omheen gedaan. Bankje erbij gezet en daar ook nog wat lichtjes omheen. En dan weer zo een soort mini Christmas market creëren. Superleuk. Dat was hem weer voor deze weekvlog. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. En nu gaan we natuurlijk aftellen in één rechte lijn richting Vlogmas. Dus ik zie jullie terug met Vlogmas dag 1. Tot snel!